Mijn naam is Jan Daanens, managing director van de firma Kairox Belgium in Zaventem. We zijn totaalleverancier van ventilatie, verwarming en airconditioning oplossingen en producten. Wij zijn sinds 1994 opgericht en kennen sindsdien een gestage groei. Betrouwbaarheid, toegankelijkheid, kennis zijn belangrijke pijlers in onze samenwerking. Ondertussen hebben we al 190 medewerkers die verspreid zijn over 12 afhaalvestigingen en 2 logistieke centra. Onze eerste contacten met RAW dateren al van 20 jaar geleden. We werkten toen met een ERP-pakket onder een DOS-omgeving. Industriële archeologie, kun je nu zeggen. Dat pakket deed wel wat het moest, maar was niet meer geënt op de gestage groei van de onderneming. We hebben toen voor RAW gekozen omwille van de parametreerbaarheid. En op 4 maanden tijd zijn we er toen in geslaagd om voor 3 landen tegelijkertijd de volledige opzet te doen. Parametrage, conversie en opleiding van het personeel. Een toch wel huzarenstukje, mag je zeggen. Bij Kairox Belgium staat de klant centraal. Daarvoor is een transparante prijsstructuur heel belangrijk. Met RAW zijn wij in staat om vrij te configureren en op gebruikersniveau heel snel prijzen in te lezen. Zowel bruto prijzen als dagprijzen, promoprijzen kunnen we heel snel zelf aanpassen. Daardoor kunnen we de markt heel goed volgen en steeds competitief zijn op de markt. Als IT-partner van een ERP-pakket is het belangrijk om juist en snel aanwezige functionaliteit te kunnen implementeren. 2 belangrijke zaken daarbij is een brede waaier aan standaard functionaliteit die aanwezig is in RAW. Voor Kairox wil dit zeggen een sterke offertemodule, een flexibele logistieke afhandeling en sterke webservices voor communicatie met third-party partijen. Ten tweede is communicatie ook heel belangrijk. Communicatie beperkt zich niet alleen tot IT-mensen, maar ook met key users. Key users kennen vaak de noden van de onderneming en zo komen we tot sterkere oplossingen. Bij de implementatie van een nieuw ERP-systeem kan men zich de vraag stellen of dat we 100% moeten gaan voor de standaard. 100% standaard is natuurlijk zeer interessant, een kwestie van kostenbeheersing. Maar elk product, elke medewerker, elke onderneming heeft toch andere vereisten. Zodanig dat het toch wel dikwijls interessant is dat we de standaard licht aanpassen met klein maatwerkaanpassingen. Recentelijk werd een maatwerkproject opgestart voor de transportafhandeling. Dat geeft voor ons verschillende voordelen, namelijk dat we verschillende zendnota's op 1 zending kunnen groeperen, dat de tarifering gebeurt op volume en niet meer per stop, en dat we ook POD's van de zending kunnen doorsturen naar de klant samen met de facturatie. Ook de kostenbeheersing hoort daar ook bij, omdat wij de kosten gaan berekenen en doorgeven aan de transporteur, zodanig dat een transparante facturatie en een goede factuurcontrole mogelijk is. Bijkomend voordeel is de track-and-trace mogelijkheid. Aangezien dat alle gegevens doorgestuurd worden naar onze transporteur, kunnen ze ook heel gemakkelijk terugkoppelen welke zendingen vertrokken zijn, welke afgeleverd zijn bij de klant enzovoort. Bij upgrades van ERP-pakketten zeggen ze vaak dat die zwaar en moeilijk zijn. RAW brengt jaarlijks een nieuwe versie van zijn pakket uit. Hierbij wordt een stuk roadmapontwikkeling gedaan, maar worden ook functionaliteiten die bij klanten tijdens het jaar ontwikkeld werden, opgenomen in de standaard. Bij Kairox hebben ze de upgrade-politiek om elke 2 à 3 jaar te upgraden, waardoor al deze nieuwe functionaliteit snel beschikbaar is en makkelijk te implementeren is. Na 20 jaar hebben we nog geen spijt dat we destijds voor RAW gekozen hebben. Door de grote configureerbaarheid door kerngebruikers, denk aan de orderflows, de prijszettingen, transportafhandeling enzovoort, biedt ons dat zeer veel mogelijkheden om onze onderneming mee te laten groeien met onze klanten.